zusje. Ik denk omdat ze waarschijnlijk iets van mij had geleend en ik het terug wilde. Ja, ze leent altijd kleren van mij en dan ben ik het kwijt en dan moet ik het zoeken. En, waarschijnlijk, en dan is het altijd ergens anders, dus dan bel ik uit. Ik wil mijn kleren terug. Janu, een meisje van mijn team, over wat we vanavond gingen eten. Daar zijn we nog niet uit. Ik denk pasta of iets, niet te moeilijk. Een foto van het WK, waar we elkaar high five geven voor de wedstrijd. Ik denk toch wel Instagram. Ook wel Snapchat, maar Instagram wel meer. Soms zet ik wel veel erop, maar ik heb ook wel tijden dat ik een week of twee weken of zo niks post. Ja, voetbalfoto's, selfies, foto's met vriendinnen, ja, van alles. Ik ben niet zo van de spelletjes. Ja, misschien wel op Xbox of PlayStation, FIFA, maar niet echt op mijn telefoon. Ik heb er ja, een van school, maar ook eentje met mijn familie, neef en nichten. Ik denk wel dat die het actiefste is. Een foto van mijn vader en mijn ooms en mijn tantes, want we hadden van het weekend een feestje. En ja, toen vroeg ze of ik een foto van hen wilde maken. Ja, van alles. Drake, ook Franse muziek, maar ook vooral Nederlands hip-hop. Ook Nicki Minaj of Cardi B, zo'n dingen. Ja, het lachpompje. Maar ook die iedereen denk ik al het meest gebruikt, gewoon met traantjes, het hartje en ja, dat poppetje die gewoon zo lacht, zo raar. Ja, om 9, maar ook om 5 voor 9 en 5 over 9, 10 over 9. Jij hebt veel lach. Ja, maar ik heb het nodig.